Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering van Sin & Magic Figures van Disney. Er zijn dus 5 figuren, vorige keer hadden wij Pinocchio en dit keer hebben wij weer een nieuwe. Althans, dat hoop ik. Het is een pakketje en dat gaan we uitpakken. Oh, wat zit er vervelend in elkaar. Huppakee. We slopen het gewoon helemaal en ik ga kijken wat hier allemaal in zit. Huppakee, oh wat komt er allemaal uit joh. Er komt een hele hoop zooi uit. En er zit ook een klein instructiedingetje bij. Maar dan zie je alleen maar op wat je allemaal kan krijgen. Nou, we zien dus een zwart-wit van Stoomboot Willy. Maar die heb ik al. Pinocchio had de vorige keer. Het enige wat we nog moeten hebben is Winnie de Pooh, The Little Mermaid en Dumbo. Nou, volgens mij zit hier, als ik hier de onderdelen kijk. En ik zie hier iets van rood en ik zie iets van koraal. Dan is dit natuurlijk Dumbo. Nee. Ik zie hier een stuk land. Ik zie helemaal geen mermaid. Maar die moeten we natuurlijk helemaal in elkaar gaan zetten. Er zit geen instructie bij, dat is juist het grappige van deze Disney, dat je dat kan in elkaar zetten, die beeldjes. Dat is echt heel grappig. Je moet het allemaal zelf uitpluizen. En misschien dat je met een fotootje kom je er wel een beetje uit hoor, dat scheelt toch wel. In ieder geval, we pakken eerst even alle zooi uit, want alles zit heel erg vervelend in. Oh, kijk, dit is de krab. Kijk eens. Sebastian, hier jongens. Die ben het. Oké. En hier hebben we dus nog meer dingetjes. Die moeten denk ik allemaal bij elkaar. Dus ik hou dit gewoon bij elkaar. Dit zo, dit hoort bij elkaar. En hier weer een berenbotje. En ik zie een stukje lijf van. Oh, echt waar? Kijk dan nog. Dit is heel apart om te zien. Maar kijk nou. De kleine zeemermin is dus kaal. Ik wist dit niet. Ze is gewoon kaal. En berenbotje is. Ja, die heeft al een hanenkam. Dus je zou zeggen als je dit hier achter plakt. Kijk hoe dat eruit ziet. Dat lijkt me zo gaaf. Zie je het? Met een hanenkam. Oké, genoeg geduld. Ik heb hier trouwens benen. Kijk, hier hebben we benen. Die moet je eronder plakken. Nee, ik ga die gewoon netjes even eraan. Het is wel heel erg, zit het wel heel erg apart in elkaar. In ieder geval, we moeten kijken hoe staan haar armen op de foto. Even kijken hoor. Een beetje naar achter toe. Dus je zou moeten zeggen, hier moet deze. Oh, dit klikt weer heel lekker in elkaar, maar niet heus. Zo. En deze doen we dan iets van hierachter. Even kijken. Oh, de hoofd is los. De hoofd, ik heb een rond hoofd. Sorry. Oh, dit is vreselijk. Zo, en de hoofd zit er weer goed op. Wacht, nee, dat moet ik wel serieus doen. Oh, hier. Wacht even. Zo. Kijk, nu zit hij er weer goed op. Ik moet dit laatste ding nog uitpakken, want anders gaat het niet goed. Zo. Hier is nog meer. Hier zit namelijk haar onderlichaam op. En ik denk dat ik die eerst moet bevestigen. Want zonder haar onderlichaam is het gewoon heel al raar. Het klopt gewoon niet. Oh, dit rode was geen koraal, maar was haar haar natuurlijk. Kijk, dat moet er hier op. Nou, dan gaan we dat erop behalen. Even kijken hoor. Hoe doen we dat? Oh, hier. Oh, jongens, ik ben serieus al bijna een kwartier bezig om dit poppetje in elkaar te zetten. Het lukt niet, omdat Ariel heel erg moeite doet met haar hoofd. Haar hoofd zit heel los en ik krijg haar niet vast aan haar haar. Het is heel apart, het zit heel onstabiel in elkaar. Zo ziet klemmen de armpjes ook niet, de hoofd valt er weer af. Het is echt een gedoe. In ieder geval, nou, ik heb hem bijna af. Ja, hij zit erop, eindelijk. Nou, botje steekt uit aan de zijkant. Het zit wel fantastisch in elkaar hoor, dat moet ik zeggen. Kijk, dit hoofdje gaat dan weer hierop. Het is echt, ik moet het echt lijmen ofzo. En die moet je dan hierop zetten. Beetje uitzoomen. Nou, dat haar klemt nog niet helemaal lekker aan dat koppie. Het lukt me gewoon echt helemaal niet. Ik ben al echt een kwartier bezig aan die kop. In ieder geval, het ziet er wel echt ontzettend leuk uit. Dat zeker. Met al die losse onderdeeltjes zet je gewoon dit in elkaar. Het is echt heel grappig. De volgende keer gaan we weer wat anders in elkaar zetten. Ik hoop dat je een leuke aflevering vonden. Vorige keer hadden we Pinocchio gebouwd. Klik even rechts in het scherm. Kijk, en als je daar op dat filmpje klikt, dan zie je dus hoe wij Pinocchio gaan bouwen. Misschien is het leuk om even te kijken. Klikken de klik. Heb je niet geklikt en ben je nog steeds bij ons bij de video? Dan wil ik je vragen om een like te geven. En te abonneren kan natuurlijk in het midden van het scherm. En tot de volgende keer met een nieuwe Disney Cinematic Figure. Doei doei!